Ja, Wiedenhorn Industriële Automatisering is in 1983 voortgekomen uit een bedrijf wat heet Wiedenhorn Gereedschappen. Dat bedrijf is in 1919 opgericht door meneer Wiedenhorn. In de oorlog is dat overgenomen door mijn opa. En die heeft dat uitgebouwd tot een totaalleverancier van gereedschappen en op een gegeven moment metaalbewerkingsmachines. Nou, die metaalbewerkingsmachines werden op een gegeven moment computer gestuurd. Eind jaren 70, begin jaren 80. En toen is eigenlijk het bedrijf Wiedenhorn Industriële Automatisering gestart om die computergestuurde machines extern te programmeren middels software. Ik ben in het bedrijf in 2000-2001 gestart. Toen als verkoper en zodoende heb ik een eigen tak van het bedrijf opgezet. En in 2006 ben ik directeur geworden en in 2007 heb ik het bedrijf overgenomen. Wij leveren software, innovatieve oplossingen aan de metaalverwerkende industrie. Dus allerlei mogelijke software, maar ook hardware om computergestuurde metaalbewerkingsmachines verder te optimaliseren. Dus dat bedrijven met hun huidige machines meer producten kunnen maken, efficiënter kunnen werken, sneller van een tekening naar het daadwerkelijke product kunnen gaan. En daarnaast geven we opleidingen voor onze eigen software, ook opleidingen op onze CNC-machine om mensen die nog geen kennis hebben van niks, van nul af aan zeg maar, op te leiden tot metaalbewerker, programmeur, werkvoorbereider. Ik ben voor het eerst met Excelsior in aanraking gekomen in 2001. Toen een feest van mijn toenmalige werkgever Foca. Die hielden een jubileumfeest. En dat was starten in de businessclub van Excelsior. Dat is toen weer verwaterd. En op een gegeven moment in 2006 hebben wij daar een gebruikersdag gehouden in de businessclub van Excelsior. En de sfeer heeft mij toen doen besluiten om in 2007 sponsor te worden. En dit jaar hebben we het sponsorcontract uitgebreid. Wat mij persoonlijk erg aanspreekt bij Excelsior is de openheid van de club, de gemoedelijkheid. Iedereen is gelijk, of je nou groot bent, klein bent, maakt niet uit. Iedereen is in mijn ogen normaal gebleven. En ook de club, dat je contact hebt met de spelers, contact hebt met de mensen, is gewoon heel prettig.